Een hele goede avond allemaal. Welkom bij alweer de tweede aflevering van Helden van 2018. Ja, het wordt inspirerend, het wordt spectaculair. We hebben een model, een mis- en een medaillewinnaar. Ja, een snelwegheld en een zanger met wie we terugblikken op het afgelopen jaar. Wij kunnen niet wachten, u hopelijk ook niet. Dit zijn de Helden van 2018. Wanneer ben je dan een held? En als je leven zet voor de brand komt aangesteld. Ook de kleine daad die telt, dus doe je dit. Voor alle helden in ons Gelderland. Aan tafel vanavond Miss Nederland Leonie Hesselink, die ook naast de beauty de brains heeft. En de rasoptimist Mr. Weasley, die volgend jaar op alle grote podia staat. Yo, brother. Ja. Ik ben zo goed. Ja. Hij zit er lekker in, hè? Toch? Ja. De vibes heeft hij. Zeker. Ja. En de strijdbare Olympisch medaillewinnaar Jelle van Gorkum samen met zijn vriendin Doete. Fijn dat jullie ook hier zijn vanavond. Ja, jullie zijn allebei bloedmooi. En je bent Miss World Nederland geworden. Ja, dat klopt. Afgelopen ging dat? Juni. Afgelopen juni ben ik gekroond tot Miss World Nederland. En we hadden een traject van 3 maanden ongeveer met allerlei verschillende activiteiten. En met een groepje van 15 missen. Ja. En 10 juni was de grote finale. En toen won ik. Ja, kreeg je dat kroontje op, hè? Ja, hoort dit er ook bij? Dit hoort er ook bij. Dit is mijn sjerp. Oh, ja. We houden hem even op voor de... Dat zal ik even zo. Ja. Oh, is dat jouw oogpunt, Jan? Ja. Moet je even terug naar dat fantastische moment voor jou? Ja, graag. Ja, een mooi moment. Je zei daar ook iets, hè, volgens mij. Wat zei je? Oh, shit. Echt waar? Ja, dat zei ik. Ja. Je zag ook aan mijn reactie dat ik echt heel erg verbaasd ben. Want ik had oprecht niet verwacht dat ik zou winnen. En waarom niet? Als je om je heen keek dan? Ja, de concurrentie was gewoon heel zwaar. En ik dacht, nou ja, zo'n nuchtere Achterhoekse meid, die gaat toch nooit naar China toe, dacht ik. Ja, maar je bent al heel lang actief toch in de modellenwereld? Dat wel. Maar er is wel een verschil natuurlijk tussen een model en een miss. Ja, wat is het verschil? Als model ben je natuurlijk meer, dan moet je een product verkopen. En als miss moet je toch meer iets vertegenwoordigen, gewoon je land vertegenwoordigen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, mijn keuze om deel te nemen aan Miss World Nederland was eigenlijk om misschien wel meer werk te krijgen als model. Ik dacht, nou ja. Mooi uithangbord. Ja, zoiets. Hè. Ik kan mooi op een cv schrijven dat ik daar mee gedaan heb, dat ik finalist was. En toen gewonnen. Ja. Heel mooi natuurlijk, die bekroning op jouw werk natuurlijk. Ja. En je ja. zegt, ik moet een product verkopen, maar dat levert natuurlijk ook fantastische foto's op. Sowieso dat modellenwerk dat zeker. Van jou. Zie je een aantal voorbeelden van? Oh ja, ja. Waar was dit voor? Dit is wel een leuk foto trouwens. Dit heb ik gekozen om op te sturen. Want dit was een van mijn eerste foto's waar het eigenlijk mee begonnen is. En daar ging het eigenlijk mis. Toen een paar modellenbureaus die foto zagen, toen benaderden ze mij eigenlijk. Daar ging het mis, zeg jij. Daar, ja. Daar is mee begonnen, ja. En nu ben je naar China geweest. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Met 120 andere missen zijn jullie klaargestoomd. Ja. Hoe ging dat? Was dat leuk of was dat verschrikkelijk? Nee, het was heel erg leuk, heel erg bijzonder, heel erg zwaar ook. Het was echt hard werken, echt 5 weken aanstaan. Het is best heel vermoeiend om 5 weken continu beoordeeld te worden. Op hoe je eruit ziet, hoe je zelf presteert. Zijn modellen wel zichzelf daar? Ik wel, maar ik zag ook wel... Ik denk dat ik er wel redelijk snel doorheen prik of iemand echt is of niet. Ja. Maar ik heb ook wel een paar keer dat ik dacht, meid, dit ga je niet 5 weken volhouden. Zo. Nee, want zelf had ik het idee, maar dat is natuurlijk geheel ten onrechte, dat missen mooi waren, maar verder niet veel verder kwamen dan dat ze voor de wereldvrede waren. Ja, klopt. Dat is echt een beetje stereotype wat heel veel mensen denken. Ja. En dat is heel erg jammer. Maar dan moet ik ook zeggen, je hebt 2 verschillende grote misverkiezingen. Ja. Dat is Miss Universe en Miss World. En ik ben Miss World en Miss Universe is eigenlijk een beetje het mooie topmodel. Het hele mooie, die prachtige meiden. En Miss World is eigenlijk toch iets meer de brains. Je moet echt wel iets meer te vertellen hebben. Je moet echt iets vertegenwoordigen. Je moet echt gewoon heel ambitieus je land vertegenwoordigen. En achter je doelen staan. Ja. Jij studeert ook bedrijfskunde. Ja, dat klopt. Ik blijf daar toch, maar misschien ligt dat aan mij, een beetje wonderlijke combinatie vinden. Waarom? Nou ja, het mis gaat heel erg om uiterlijk. Ja, dat klopt. En dan studeer je bedrijfskunde. Ja.
Ja, ja, ik heb die vraag krijg ik heel vaak. Ja. Van waarom heb je bedrijfskunde? Ik heb ook mijn eigen bedrijfje en ik vind het heel leuk om met cijfers te werken. En ja, de keuze bedrijfskunde is eigenlijk daarop gevallen. En ik vind het juist heel erg leuk dat ik die verschillende combi heb. Want de cijfers en mijn en natuurlijk je uiterlijk. Ja, dat is missig gedoe. Ja. Dat is het pakketje, zeg maar, wat het voor jou ook interessant houdt. Ja, en dat vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. Je bent uiteindelijk 36e geworden, geloof ik, hè? Ja. 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 Maar wel met de sport? Ja, de sprint heb ik gewonnen. Kijk, Dat is toch wel leuk, die competitiedrang heb je dan denk ik wel. Hè? Ja, heel erg. En ik ben heel erg sportief. En ik ben ook echt klaargestoomd door Radmilo Soda. Die kennen jullie misschien wel, de personal trainer. Ja, en hij heeft mij echt gedrild. En ik dacht ook van, oh shit, als ik niet ga presteren tijdens die sport, dan faal ik. En dan heb ik wat uit te leggen. Maar, Jij zegt, ik ken die personal trainer, want jij doet ook modellenwerk. Ja, ja. Dus je herkent dat wel, dat klaarstomen, dat je denkt van... Ik ben er ook elke dag wel mee bezig. Het is toch ook je visiteplaatje. Zeker als ik ben ook sportmodel. Dus je moet er eigenlijk elke dag goed uitzien en echt bezig zijn met je lichaam. Jij bent dus Miss World Nederland. Welke taken heb je dan? We moeten hier in Nederland natuurlijk onze doelen vertegenwoordigen die wij vanuit de organisatie hebben. En ik heb een eigen doel ook nog. Omdat ik. Wat is je eigen doel? Ik steun het. Een borstkankeronderzoek. Hm? Want het borstonderzoek bij vrouwen is heel erg pijnlijk. Ik heb het zelf nog niet ervaren, maar het is heel erg pijnlijk. Ik hoop dat ik het binnenkort ga ervaren dus. Maar dat kon niet in verband met de tijd dat ik naar China moest. En we hebben een hele mooie mammopaddle ontwikkeld. Een mammopaddle. Ja. En wat is dat voor de mensen die geen idee hebben? Het is een beetje vergelijkbaar met de scan die nu wordt gedaan. Alleen het wordt nu niet op basis van kracht gedaan, maar op druk. Ja. En ook de grootte van de borst, daar wordt naar gekeken. En het is nu een beetje naar onderzoek, hè? Als vrouwen dat hier in de zaal kennen dat misschien, dat je dan denkt van, goed. Ja, en de grootte van de borst, die doet er ook eigenlijk niet toe. En nu met de nieuwe pedal wel. En dat wordt er gewoon op basis van druk. En de vrouw zelf kan ook aangeven van tot hier en niet verder. En dat kan in het huidige systeem niet. Okay. En ik vond het heel erg om te horen dat heel veel vrouwen eigenlijk weigeren om het onderzoek te doen, omdat het zo pijnlijk is. En terwijl borstkanker dat treft 1 op de 8 vrouwen. En toen dacht ik, ik moet daar iets mee gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. En ik hoop dat ik het komende half jaar daar nog echt mijn steentje kan bijdragen. Ja, heel mooi dat je zo op die manier ook een rolmodel kan zijn en kan laten zien wat belangrijk is. Ja, en dat vond ik in China ook heel mooi om te vertellen, omdat wij daar allemaal vrouwen waren die daar misschien wel mee te maken gaan krijgen. Ja, ja. Of zeker natuurlijk met het onderzoek. En ik vond het wel heel fijn om daarover te spreken. Ja. Ja. Je bent zo lekker nuchter, wat houd je met beide benen op de grond? Dat lekker. Ik kom gewoon van de boerderij af. Ja, gewoon lekker in de stallen met paarden, dat vind ik heerlijk. En doe maar niet te gek dan. Zo huidvol. We gaan naar onze heldenquiz. Daar is hij dan eindelijk. Ik hoop dat jullie goed mee kunnen doen. En dat geldt ook voor u hier. Ja. En de mensen thuis natuurlijk ook, hè? Ja, want helden, jullie zijn helden, maar er waren er meer dit jaar. En we zetten er weer een paar op een rij in de nu al legendarische quiz. Genoeg om B-quiz aan deel te nemen. Ja. Okay. Vak de bordjes er allemaal maar bij. Ook de mensen in de zaal, de A- en B-bordjes. Gokken mag natuurlijk, maar liever niet. Want ook al valt er niets te winnen, het is wel de bedoeling dat je fanatiek meedoet. Ja. En thuis ook. Mensen thuis ook. Je hebt die bordjes wel niet, maar je kan wel meedoen natuurlijk met de quiz. We gaan naar de eerste vraag. Om nog een stapje verder te gaan, als je 6 uur op de fiets zit en je hebt wat gegeten voordien, kan het ook maar zo dat je een keertje in je grote boodschap moet. En dan ga je ook niet afstappen natuurlijk. Nou ja, weet je, dat kan dus. Dan doe je een Dumoulinnetje. Maar dat zou het kunnen zijn dat je de Giro verliest, hè? Ja, dat is oud-wielrenner Maarten Cialinghi. En het gaat over de ontlasting van Maarten Cialinghi, hoe je dat doet onderweg. Wat is de oplossing om die ontlasting op een prettige en enigszins fatsoenlijke manier weg te werken als je aan het fietsen bent? Is dat A, de pettruc? Of is dat B, de ik houd lekker op truc? We gaan even nadenken, bordjes omhoog. Als je hoge nood hebt op A de fiets. A of B? Is dat herkenbaar? kijk. Goed. De pettruc of ik houd wel lekker op truc. Jullie je denken echt, mee. De pettruc ook in de zaal. Heeft iemand enig idee wat dat dan is, de pettruc eigenlijk? Ik ga ervan uit dat het een pet is. Maar dat, ja. Ja, hij laat het antwoord zien. Oh. Dus je krijgt het petje. De ploegleider of mechanieker die houdt hem eronder. Trekt de bretels naar beneden. Je doet je ding. Je haalt hem eruit. Vouwt hem dicht.
en dan gooi je hem zo weg. Zo. Hup. En niet aanraken, mensen. Niet aanraken. Nee. Nou, de argeloze toek staan langs de kant van de weg. Hè? Ja, is het, vind je het een goede oplossing, Jelle, ook? Is dit handig? Ja, niet handig, maar het is wel praktisch op dat moment. Ja, ja. Ja. Je moet door, hè? Je kan niet even afstappen. En, je moet door. Ja, ik begrijp het. We gaan naar vraag 2. Naar de slechtziende Yvonne van Geel, die nooit meer de bus mist. Yvonne van Geel kijkt op het busschema, maar ze heeft moeite om het te lezen. Ze ziet slechts met één oog en dan nog maar 3%. Er komt iets aan. Ik denk, is het de bus niet? En op het moment dat ik denk, het was hem toch, schiet hij langs en sta ik een half uur te wachten. Wat heeft die slechtziende Yvonne van Geel nou bedacht waardoor ze de bus niet langer mist? Twee mogelijkheden weer. A, het buslijnbord. En B, een app waarmee ze de buschauffeur kan laten weten dat ze daar staat te wachten. Ja, goed nadenken mensen. B zie ik al hier. A aan tafel, wat haartjes en wat B'tjes. Ik weet het niet meer. Wat zou ze bedacht hebben, hè? Laten we maar kijken naar het antwoord van Yvonne. Dat buslijnbordje hou ik op. Ik steek gewoon mijn arm uit. Ik hou het omhoog. En 100 uit 100, elke bus stopt. Nee, nou, dit hebben wij goed gedaan, hè? Redelijk goed gedaan. Gaat het hier, hè, aan tafel? Ja, gaat het daar ook goed? Allemaal goede antwoorden. De linkerkant gaat slechter dan de rechterkant, ja, in het publiek, nou, heb ik het idee. Ja, we gaan naar vraag 3, naar Piet, die dit jaar het wereldrecord koken heeft verbroken. Hij kookte in zijn eentje 44,5 uur lang. Dan zal het wel gaar zijn, denk ik dan. Piet heeft dus een grote passie voor koken. Dus morgenmiddag om 2 uur, dan zit ik aan mijn streven. En morgen vroeg om 5 uur heb ik het wereldrecord te pakken. De vraag is, waar werkt Piet? A, in een tapasrestaurant of B, in de viswinkel? Bordjes weer naar boven, allemaal. Ja, een tapasrestaurant B natuurlijk wel druk. Ja. Dat is zo, dat zien we. Ik krijg bij dit soort vragen ook gelijk weer trek. Ja? Nou, we gaan jullie verlossen. Hier komt het antwoord. Ja, toch. Dat lijkt mij de viswinkel, hè? Ja, ja. Overduidelijk. Het goede antwoord is dus B. Hij werkt in de viswinkel. Ja. Ja. We gaan naar vraag 4. Welke held zit... Nee, pardon. Ja. Vraag 4. Veel gekkigheid in de zomer van Gelderland. Kijk u maar. Kijk nou naar die woudolifant. Hoe knap. Daar mag ik nog wel een apart applausje voor vragen, toch? En kijk eens goed naar die tenen. De man heeft overal scheid aan. Wie zit hierin? Ja, de grote vraag is dus, welke held zit er in de kont van de olifant? Is dat A, de burgemeester van Berkeland? Of ben ik dat misschien? Ja. Zou het kunnen, Jan? Ja, ik voel me nergens goed voor. Wie zit er in de kont van de olifant? Oh. Je ziet, ja toch, hè? Ja, je gaat voor Jan. Ja? Ja? Die denkt echt dat ik dat soort dingen doe? Ja, het zou kunnen. De man heeft overal scheid aan. Wie zit hierin? Weet jij wel van wie die teentjes zijn? Nou, ik schat zo in burgemeester van Oostrom. Dat heb je goed. Hij doet ook alles om niet in beeld te komen, hè? Precies. Ja. Burgemeester, wat lief dat je dit doet. Ja, natuurlijk. Wat zeg je dan? Als jij hier bent, dan ben ik er ook. Onze Angelique wil altijd alles weten, hè? Ook in de zomer van Gelderland. En we gaan naar vraag 5. En de vraag is, wat gebeurde er met deze automobilist op de snelweg? A, hij raakte een zwaan. Of B, hij werd onwel tijdens het rijden. Ja, we gaan naar de publieksgast. Hier zit de held van de snelweg, Gerrit Staal. Ja, wat gebeurde er nou precies op die snelweg? Het is antwoord B. Hij werd onwel. Ja, je dacht, dus ik moet ingrijpen op dat moment. Ja, dat was eigenlijk wel iets waarvan ik dacht, van als hij zo doorgaat, dan gaat het mis. Dus uiteindelijk ben ik er langs gereden met de combinatie. Hij heeft daarvoor even nog de vangrail geraakt. En ik denk, hij moet niet op de derde baan komen, want daar racen 80-100. Mm-hmm. En toen zag ik hem zo in één keer komen en hij lag op het stuur. En toen heb ik de combinatie naar rechts gestuurd en achterop gevangen. Ja, het klinkt alsof je het dagelijks doet, maar dat is natuurlijk gelukkig niet zo. Maar ik hoop het niet dagelijks te doen. Je ging heel snel schakelen. Je denkt, het is maar één ding wat het beste is. Dat is, als ik er voorbij kan komen, dan kan ik hem eraf drukken. Ja. Ja. En hoe liep dat uiteindelijk af? Nou ja, dat was op een gegeven moment sta je daar. En ik heb 112 gebeld. En
gelukkig waren er nog meer mensen die bij de auto op een gegeven moment kwamen. Hij zat ook nog op slot, die auto, elektrisch slot. Dus ze hebben lopen trekken totdat die jongen even weer bijkwam. En toen hoorde ik iemand zeggen van diabetes. En toen dacht ik van daar wordt voor gezorgd. Ik had ondertussen 112 aan de lijn. En ja, politieambulance was er met 10 minuten. En ja, de jongen die heeft wel een hele tijd nodig gehad om bij te komen. Maar degene die hem hielp, die had zelf ook diabetes. En die wist precies van, oké, ik moet een krentenbol, een blikje cola. Ja. Hoe zit jij tegenwoordig op de weg naar dit hele verhaal? Nou, ik zit veel op de weg. Dus ik heb, weet je, als dit nog een keer gebeurt, dan doe ik hetzelfde. Maar ik had natuurlijk ook een combinatie dat ik zelf niet gevaar liep. Als je dat met een personenauto doet, je doet het niet met een Fiat Panda. Nee. Niet echt aan te raden. Nou, ik zou het niet doen. Want, nee. Nou, we zijn blij dat je zo hebt ingezet op de weg en dat verschil hebt gemaakt. Fantastisch. Ja. Dus, ja. Applaus voor Gerrit. Ja, heel goed gedaan. We gaan naar Olympisch medaillewinnaar Jelle van Gorkum. Die raakte begin dit jaar zwaar gewond bij een trainingsongeval. En de artsen dachten niet dat hij ooit nog zou kunnen lopen en zou kunnen praten. Ja, Jelle, de ouder zou je nooit meer worden, hè, denk ik. Nou, dat is hard om te zeggen. Maar aan de andere kant, door je enorme wilskracht ben je wel heel stevig gerevalideerd. Hoe gaat het met je nu? Op zich best aardig. Maar nog lang weg te gaan, denk ik. Kun je je nog iets herinneren van het ongeluk? Helemaal niks. Nee? Helemaal niks. Blank? Helemaal blank, ja. Hoe was dat voor jou om te zien? Heel heftig. Ja, je bent gewend denk ik aan een topsporter en je wordt opgebeld. En je leven staat stil. Ja, jij bent zijn vriendin Doeter, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, je leven staat stil, wat je zegt, inderdaad. Ja. Ontzettende rollercoaster waar jullie doorheen zijn gegaan. Ja. Dan moet je gaan herstellen, hè? Dat is waar je al die tijd natuurlijk mee bezig bent. Ja. Hoe gaat dat? Op zich goed, maar wel langzaam. Kleine stapjes elke keer. En welke stappen zet je? Van niet kunnen lopen naar wel kunnen lopen. En van niet fietsen naar wel fietsen. Niet praten, wel praten. Niet praten, wel praten. Niet kunnen eten zelf, wel kunnen eten zelf. Ja. Eigenlijk alles je niet kan zeggen, maar wel kunnen. Ja. En elk stapje, wat voor gevoel geeft jou dat? Ja, heel goed gevoel. Ja. Zeker omdat ze gezegd hadden dat het eigenlijk niet zou kunnen. Hè? Ja, hij zou eigenlijk een kastplantje blijven. Zullen we nog even teruggaan? Mooi momentje even, naar het moment dat je zilver won. Ja. En je vrienden die volgden dat moment in de stampkroeg. Ja. Nou, dat is mooi, hè? Ja, die kunnen wel een feestje bouwen, hè, met elkaar. Zeker, ja. Hoe is dat voor jou om terug te kijken op je succes? Geef je dat een fijn gevoel of doet het ook pijn? Nee, niet echt. Ik kijk gewoon het gevoel van terug, in principe. Ja. Je bent inmiddels 6 maanden aan het revalideren. Hoe hou jij dat vol? Hoe houden jullie dat vol? Want je hebt ineens een heel andere man thuis. Ja, we zijn al denk ik bijna een jaar aan het revalideren. In januari, 9 januari is het gebeurd. Dus 2 weken coma en sindsdien revalideren. Ja. Maar hoe kijken we erop terug? Een heel moeilijk jaar. Ja. Dat hebben ze natuurlijk vaak weg, hè, voor wedstrijden. Ja, met model, je had ook je eigen carrière. Ja. En ineens zit je met elkaar opgescheept. Ja, dat was het. We hadden beide onze eigen carrière, ons eigen doel. En dat was het mooie aan onze relatie. We lieten elkaar los en steunde elkaar in onze eigen carrières. En nu is hij toch wel heel afhankelijk eigenlijk. En voel ik me heel verantwoordelijk, terwijl het wel je vriend is. Ja. Dus dat zijn wel, dat verandert gewoon je leven. Ja. Is het ook mooi om samen nu overwinningen aan te gaan? Voelt dat zo? Van elke keer weer een beetje dat je denkt, beter. Voelt dat zo voor jou? Ja, je steunt elkaar. Ik denk door dik en dun. Ja, dus je zet wel samen natuurlijk die stappen, denk ik wel. Ja. Je hebt je revalidatie ook gedeeld, hè, met de wereld op Instagram. Waarom heb je dat gedaan? Omdat het altijd deed in principe. Ja. Ik vond gewoon dat iedereen moet weten hoe het gaat, zeg maar. Ja. We hebben een filmpje van, kunnen we even naar kijken. Naar de enorme vorderingen die je maakt. Want hier ga je heel moeizaam de trap af. Vertel zelf eens. Ja. Ik begon hier voor de eerste keer trap lopen. En ik wou gewoon
per se die dag kunnen. Kijk. En dit was thuis lopen met stok, helaas nog. Ja. Ja, daar loop je toch weer. En ja. Ben je zelfs alweer aan het fietsen. En die fiets, dat is natuurlijk... Dit was de eerste keer daar fietsen buiten. En ik zat toen nog intern in een revalidatiecentrum. Ja. En toen mocht ik voor de eerste keer buiten fietsen. En even later was... Ja, dit was ongeveer 2 maanden later begon de fiets. Ja. Vet, man. Ja. Goed, hè, dit? Hé, hey, dope. Ja. Dope, maar respect. En dan zeg je dat je kleine stapjes hebt gemaakt, maar... Ja, hele grote. Weet je... Dat is heftig, man. Ja, van iemand die een kastplantje zou worden. Ja. Je bent weer aan het fietsen. Ja. Hoe anders is jouw leven nu? Want je bent nu plotseling... Je was een sportman, hè? Ja. Dik in de spieren. En nu ben je plotseling afhankelijk. Ja, dat is ellendig, is dat. Ja. En normaal train ik per dag. Maar nou is dat gewoon revidaire. Ja, je traint elke dag nu. Hij komt er nu eigenlijk. Ja. Hij is nog wel net zo fanatiek. Gebleven. Dit is nu zijn focus. Ja. Zijn focus is revalideren. Ja. Eerst was het BMX en nu is... echt zijn focus beter worden. Ja. 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 Jij moet natuurlijk ook af en toe voor dat modellenwerk naar het buitenland, neem ik aan. Klopt. Ja. Hoe is dat nu dan, om hem achter te laten? Nou, ik moet zeggen, ik zou eerst november, december 2 maanden naar Kaapstad weer gaan voor modellenwerk. En dat heb ik niet gedaan voor Jelle. En toch had ik daar spijt van in november. Wel, ik dacht, ik moet niet mijn hele leven gaan opgeven om... bij Jelle te zijn. Dus toen, ja, ik merkte aan mezelf, ik werd een beetje kribbig. En ik, ja, november, december is voor modellenwerk in Nederland vaak rustiger. Dus toen zei Jelle gelukkig zelf ook van, ga dan maar. Dus ik ben even ertussenuit geweest. Ja. En, er is ook moed voor nodig, hè, om je toch los te maken. Ja, klopt. Ja. Hoe is het contact, Jelle, met je oude ploeggenoten? Heel goed. Ja? Ja. Spreken elkaar nog? Komen langs? Heel vaak, ja. Ja, ja. Ja. Een emotioneel moment tijdens de World Cup begin dit jaar mei. De eerste wedstrijd waar je weer verscheen. Ja. Laten we eens kijken wat daar gebeurt. Omdat Jelle dan voor het eerst weer erbij te hebben bij een wedstrijd in het publiek. En dat ik hier dan win. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ik dacht voor de finale, stel dat ik deze zou winnen. Dat zou heel mooi zijn. En toen had ik al moeite om de tranen binnen te houden. En tot nu toe is het nog gelukt. Maar ja, dit is wel heel mooi. Ja, dat is je ploeggenoot Nick Kieman. Ja. Dat is wel heel bijzonder, denk ik, om daar te zijn op het moment dat succes daar, dat hij daar bezig is. Zeker. Ja. Hij reed goed, gelukkig. Ja. Ja. Dat als is hij niet goed handig. Had gereden? Dan zit hij voor niks. Dat zou ook zonde zijn. Ja. Dramatisch dan. Ja. Had hij het wel te horen gekregen van je? Ja, zeker. Dan wel, ja. Durf je al zo langzamerhand weer vooruit te kijken? Dag voor dag bekijken, in principe. Dag voor dag. Ja. Ja. En zo bekijken jullie dat samen? Ja. Elke dag, zo'n nieuwe dag. Want je blijft je wel inzetten voor de sport, hè? Absoluut. Want wat wil jij gaan doen? Ik ga in principe per volgend jaar ga ik ambassadeur van het WK 2021 worden. Dat wordt georganiseerd op Papendal in Arnhem. En dat gaat dan ieder jaar in principe tellen. En dan moet je naar iedere WK toe in principe. En moet je daar het evenement promoten eigenlijk. Oké, okay. Daar heb je wel zin in. Zeker. Ja. Ja. Wat mij opviel... is jouw armbandje. Ja. Zin in hebben? Wat staat erop? Dat soort dingen moet je nooit zeggen tegen Sonja. Wat staat erop? Er staat een Engelse slogan op. Die is eigenlijk van Mohammed Ali gejat. It always seems impossible. Until it's done. Until it's done. Ja. Dus het lijkt onmogelijk tot het gedaan wordt. Ja. Dat is een mooie slogan. Ja. Hartstikke goed. Kok. Dank je. Ja, succes met alles. Dank je wel. Supersterk. Ja, en dan gaan we het hebben over een heel andere start. Ja. Een muzikale nieuwe start voor Benjamin Toden. Tegenwoordig beter bekend als Mr. Weasley. Ja. Hij won in 2014 met Lee Ways de grote prijs van Nederland. Toch werd het tijd voor wat anders. Klopt. Ja, en waarom werd het tijd voor wat anders? Doorgroei, doorstart. Eigenlijk een nieuwe ei laten uitbroeden. En dat is dan uitgelopen naar Mr. Weasley. Was je zelf veranderd? Nee, je wordt ouder. Je wordt ouder, het was natuurlijk heel rebels. En je wilt natuurlijk, tenminste wou ik dan zelf, een andere vibe, een andere kant van mezelf laten zien. En waarom was het rebels eigenlijk? Wat zeg je? Waarom was het rebels? Nou ja, het was heel politiek getint, als het ware. Is dat nu weg? Nou, eigenlijk wel. Hoe kan het dat plotseling je interesse niet meer heeft? Nou, dat niet zozeer. Maar ik had gewoon zin om over andere dingen te praten. Ja, zijn we zo wel. Over
dingen die ik dit zelf tegenkom in het leven, leuke dingen. Dingen die eigenlijk wat dichter bij me liggen. Ja. Ik bedoel, je kan natuurlijk praten over grenzen en dat soort dingen, maar als dat niet is iets wat je zelf meemaakt, dan is het natuurlijk wat verder af van je. En liefdesverdriet of het praten over je eiland waar je vandaan komt, ja. Leuke dingen. Curaçao oorspronkelijk. Ja. Ja. Dat ligt natuurlijk wat dichterbij en het is makkelijker om het te vertalen en ook veel leuker om over te praten. Liefdesverdriet ligt dat ook dichterbij, hoor ik dat je zegt. Nou, iedereen heeft wel eens liefdesverdriet, liefde komt en gaat. Ja. Hier zien we trouwens je bent. Ja. Kijk. Dat is de volle bezetting. Je lijkt een beetje op Ali B, zo uit de verte. Of zeg ik nou iets heel verschrikkelijks? Ik zal het als een compliment nemen. Ja, dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Ja, laten we eens kennis maken met jullie band. I said it's way too early to be waking up. Alarm clock ringing, I ain't waking up. I want 5 more minutes. So bright, picking up wind, gonna fly like a kite. And gonna be landing. Nou, lekkere vibe hoor. Ja, applausje misschien, dat zag er lekker uit. Ja. Die Caribbean vibe, dat is ook iets wat je echt wel lekker wil laten doorklinken. Dat je zegt... Ik hoop dat het doorkomt, ja. Dat is wel de bedoeling. Je wordt er vrolijk van, tenminste ik wel hoor. Ja, ik word er bijna wel vrolijk van. Het is wel de bedoeling dat je lekker gaat swingen. Je hebt ook zin. Wat vinden jullie van zijn muziek? Ja, lekker. Ja. Vakantie vibe. Ja. Jij begon al bijna te dansen. Wel hoor. Ja. Gelukkig. Is wel de bedoeling. Ja. Naast muzikant ben je ook docent? Onlangs. Wat onlangs. Doseer je? Ik geef les in zang en podiumpresentatie. Ja. En wat probeer je die leerlingen mee te geven? Wat komt uit jouw ervaring dat je ze kan leren? Sorry? Wat komt uit jouw ervaring dat je ze kan leren? Ik hoor vaak en merk dat ik vrij comfortabel ben on stage. Ik vind het leuk om los te gaan, als het ware. En daardoor is er natuurlijk een bepaalde presentatie die daarbij komt. En die zie ik niet altijd overal terugkomen. En dat wil ik graag delen, mijn ervaringen daarmee. Ja. En hoe je dat wel of niet zou kunnen doen. En hoe duw je ze dan de goede kant op? Eigenlijk gewoon... Het verschilt natuurlijk per persoon, per stijl. Leeftijden ook, denk ik, die leerlingen? Dat natuurlijk ook. Ja? Ik bedoel, je moet maar net weten wanneer en wat je wilt, natuurlijk. En dat kan je natuurlijk niet gelijk al weten als je 12 bent, weet je wel. Kun je een voorbeeld geven? Dat je dan denkt, nou, ik heb zo'n jochie eens eventjes een beetje... Een meisje bijvoorbeeld die natuurlijk wat meer singer-songwriter muziek maakt. Die kan ik natuurlijk niet gaan zeggen, weet je wat je moet doen? Je moet gaan staan met je gitaar en gewoon lekker losgaan. Want het is natuurlijk klein, intiem. Dus daar komt natuurlijk ook een hele andere vibe en presentatie bij. Ja. Weet je, dat is heel visueel qua gezicht, heel ingetogen, integer. Maar toch weer een mix van introvert, maar het moet natuurlijk naar de publiek toe extrovert zijn. Dus dat is dan een goede balans om te vinden. Hoor ik hier een nieuwe coach voor de Voice? toch? Call me. Ja, waar dat dan ook wordt uitgezonden in het komend seizoen. Wat kunnen we het komend jaar van je verwachten? Ik mag voor de zomer nog niet heel veel kwijt qua festivals. Maar eentje kan ik alvast bevestigen. Ja. De eerste namen voor de Zwarte Cross 2019 is al bevestigd. Daar zitten we tussen. Dus dat is superleuk. Tegen de zomer willen we een live album gaan opnemen met Afrobeats. En gelijktijdig een hip-hop album daarnaast met beats. En veelzijdig dat klinkt dus het allemaal. Heel gevarieerd. Ja. Leuk. In ieder geval veel muziek die er nog aankomt. Ja. En lekker zonnig. Ja. Je gaat van ons, we hebben het natuurlijk al van tevoren gezien, want je hebt even geoefend, voor ons ook iets doen. Dat klopt heel mooi, kan ik vast verklappen. Wat gaat het worden? Een van onze singles, My Love. My Love. Ja. Ik zou zeggen, ga naar je plekje. André gaat hem op gitaar begeleiden, zit al klaar daar. Wij hebben, dat kunnen we vast vertellen, morgen te gast Arjet Borgen. Die vindt dat we op een andere manier over seks moeten praten, Sonja. Ja, we gaan het allemaal bespreekbaar maken. YouTube-held Teun Peters. U kent hem misschien niet, maar ik weet zeker uw zoon of dochter, die van mij wel, die kennen hem zeker. Ja, collegaatje vloggen van mij, hè. En we hebben de 65-jarige rocker Leen Barbier. U weet wel, van The Voice Senior. Precies, maar dat komt nog. Eerst gaan we lekker genieten. Mr. Weasley. If I will give you my love, tell me, baby, would you stay with me? Tell me, would you stay with me?
If I would give you my world, my world. Tell me, baby, would you stay with me? Tell me, would you stay with me? 6 million ways to die. I've known it all my life. I've been counting down the times. And I still love you, but I can't tolerate no more. Left my heart bleeding over by the door. Baby, as of right now, we gon' need some time. Oh, I've been going out my mind for some time. Your everything about it's got to do with you. Wanted to believe in you, even if it meant for you to take my word. If I would give you my love, tell me, baby, would you stay with me? Tell me, would you stay with me? If I would give you my world, tell me, baby, would you stay with me? Tell me, would you stay with me? My love, my heart, my world, my heart, my love, my heart, my world, my. Uren naar luisteren zo. Dat was het. We zijn er morgen weer. En dat is een belofte. Tot dan. Mooie tot avond. Morgen. Daar moet je toch een... Oh, dat doe ik ook even. Ja, ik doe eens.